Bij iedereen hard gezoet, hard gewerkt, gefeest op wat dan ook. De hoogste tijd. Vond je niet eens iets om uit te halen, heren? Een feestje op de dinsdagochtend in een lege ontmoeting in Os. We hadden buiten de openingstijden met party DJ Menno afgesproken. En dan krijg je dat. Menno Pols, zoals de uit Hees afkomstige DJ officieel heet, is genomineerd voor een Party Award 2013. Dit is in de party scene is dit best een grote prijs. Aangezien het echt voor de party DJ's en het feestwereldje is. De allround scene eigenlijk onder de DJ's. Dus het is voor de meeste DJ's wel een grote prijs, ja. Bij party DJ of feest DJ denk ik al snel een beetje aan iets ski-huts-achtigs. Klopt dat? Het heeft er wel iets van weg. Het is heel veel interactie hebben met het publiek door middel van de microfoon. En eigenlijk komt ieder muziekgenre komt wel voorbij. Een keer gaan we terug naar de 70s, 80s, Nederlandstalig, veel top 40 tegenwoordig ook. Dus voor iedereen komt er wel iets voorbij. Menno is inmiddels zo'n 8 jaar bezig. Het begon met een keer draaien in een klein cafeetje. En inmiddels staat hij op festivals en in het buitenland. In vakantieperiodes vermaakt hij mensen op zon- en wintersportbestemmingen. In het dagelijks leven is hij psychiatrisch verpleegkundige. Iets totaal anders. Ja, de andere kant is het voor mij ook wel weer een mooie en fijne uitlaatklep. Het serieuze tijdens het werk. En de compleet andere Menno tijdens het uitgaan en het vermaken van mensen. Past mij heel erg goed en doe ik nog steeds met veel plezier allebei, dus ja. Het is niet de eerste keer dat de DJ tussen de genomineerden staat. Vorig jaar ook, maar toen won hij niet. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Ik kan er niks van zeggen. Het kan alle kanten op gaan. En, ik kan nog geen tussenstand zien. Volgende week woensdag is de uitreiking in Nieuwkuik in de Ster. En dan zullen we zien of het allemaal geholpen heeft en waar we eindigen. Stemmen op Menno kan dus nog een weekje. Hij is in 2 categorieën genomineerd. Beste opkomende party DJ en populairste party single. En of hij al DJ'end als beste een feestje kan bouwen, horen we dan. Want zonder publiek is dat toch best lastig te beoordelen.